ik wil gewoon in de zorg werken nog. Weet je, ik ben egoïstisch gezien, ik ben ook jong nog. Hè? Ik ben pas 65 met wat maanden. Maar ik heb er ook, ik vind het gewoon een leuk werk, heerlijk. En het luxe is dat ik natuurlijk een stukje pensioen heb en dat ik daarnaast hier maar 24 uur werk. En ik mag gewoon het werk doen wat ik heel graag doe. In al die jaren, ook als directeur-bestuurder, heb ik geprobeerd dicht bij mensen te blijven. En dat kan ik hier ook, weet je. Dat is gewoon het heerlijke van dit vak. Wat het leuk vindt, is gewoon, je bent met mensen bezig. En dat is het. Je richt je op de mensen. Je bent samen met het team daarmee bezig. En als het dan, als je dag erop zit en je hebt een gevoel van, nou prima gewerkt, dan kun je dat ook loslaten. En in dat andere werk was het toch 24 uur, 365 dagen. Ja. Ja, goed. Helemaal goed. Zit ik nou goed? Je moet wel een beetje fatsoenlijk gaan zitten, nee. Een beetje naar achteren gaan zitten. Nou, ja, eigenlijk hobby, denk ik. Het is wel werk, hè, want ik doe mijn werk serieus. En ik word er ook voor betaald, hè, weet je, dat is duidelijk. En ik doe ook alles conform wat we afgesproken hebben. Dus het is wel in die zin werk. Maar eigenlijk is het gewoon hobby. Ja, dat denk ik ook wel.